Hi Lil, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 5. En dat is van maandag 31 januari tot en met zondag 6 februari. En dan zal de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Leo, alsof er eigenlijk wat dingen gebeuren. Ik heb het idee dat het eigenlijk ook allemaal wel heel positief is. Het lijkt echt alsof er dingen op je pad gaan komen die je heel erg leuk en heel erg prettig vindt. Maar het is ook misschien een beetje veel, hè? Het kan zijn dat er bijvoorbeeld ineens twee mensen zijn die allebei om jouw aandacht vragen terwijl je maar tijd hebt voor één. Of dat er misschien twee banen zijn waaruit je een keuze mag gaan maken en je lijkt het gewoon nog niet te weten. Het is wel het stukje dat er echt iets is waar je heel erg blij van wordt. Het is een stukje waar je echt denkt van, oh, maar dat wil ik. Maar als het natuurlijk een keuze is tussen twee dingen die je echt heel graag wil, maar je kunt er maar één doen, kan dat best een lastige zijn. Je kiest in ieder geval voor een stukje warmte en een stukje liefde. En ook al is het even moeilijk, ik heb het idee dat je er wel uit gaat komen. Maar het is wel echt een stuk waarvan je denkt, ja, maar ik had het misschien niet meer verwacht. Hoe kan dat nu ineens weer op mijn pad gaan komen? Lieve Leeuw, het lijkt deze week gewoon echt een kans te zijn die je zelf mag gaan onderzoeken en waarbij je zelf mag bepalen wat of wie het mag gaan worden. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt en ik wens je sowieso een super fijne week.